Hey hoi, wat gezellig dat je hebt geklikt op deze nieuwe video op mijn kanaal Marielle's Keuken. Ik ga vandaag een heerlijk ovenrecept maken. Het is weer een tijdje geleden, dus daar ben ik de hoogste tijd weer voor. Ik maak namelijk een broccoli ovenschotel en ik gebruik daarvoor de volgende ingrediënten. 30 gram bloem, 150 gram geraspte kaas, 1 stronke broccoli, 200 gram champignons, 400 gram mini krieltjes, een beetje olijfolie, 1 pakje gerookte spekreepjes van 150 gram, 30 gram roomboter, een bouillonblokje van kip en ongeveer 150 gram kippen gehakt. Als eerst zet ik even het vuur aan onder een pannetje voor de broccoli. Als het water kookt, doe ik de broccoli in een pannetje. En die kook ik tot die beet gaar is. In de tussentijd pak ik een tweede pan erbij. Daarbij bak ik de gerookte spekreepjes. Dan pak ik gelijktijdig de derde pan erbij. En dat is tevens de laatste pan die we nodig hebben. Daar doe ik een beetje olie in. Zodra de olie goed heet is, bak ik daar de kip in. Zodra de kip bijna helemaal gaar is, zet ik daar even het vuur van uit en zet ik even de kip op een bordje. Dan mag vervolgens het vuur weer aan onder die pan, want dan mogen daarin de mini krieltjes. Die roerbak ik er eventjes in tot ze een beetje een kleurtje beginnen te krijgen. Ondertussen is de broccoli klaar, dus daar doe ik het vuur van uit. En ik giet een deel van het vocht af van de broccoli, want die heb ik zo meteen weer nodig. En de aardappels beginnen in de tussentijd ook al een kleurtje te krijgen. Dus nou mogen de champignons er ook in. En die bak ik even mee. Als je ziet dat de olie te weinig is, doe je er nog een beetje extra olie in. Intussen zijn de spekjes ook helemaal klaar, dus ik zet het vuur daarvoor uit. En zet het pannetje even aan de kant, want die hebben we pas later weer nodig. Zodra ook de champignons een beetje een kleurtje beginnen te krijgen, voeg ik de gekookte broccoli er tussendoor. En ook de kip mag er dan doorheen. Dit roer ik nog heel even goed door elkaar heen en dan zet ik daarna het vuur uit en is ook dit gedeelte klaar. Dan ga ik nu het sausje maken. Daarvoor doe ik ongeveer 30 gram boter in het pannetje waar ik de broccoli heb gemaakt. En dan zet ik het vuur er even onderaan. En ik zorg ervoor dat de boter even helemaal smelt. Zodra de boter helemaal is gesmolten, mag de bloem erbij. En dit roer ik goed door elkaar heen, zodat de bloem een beetje gaar kan worden. Vervolgens doe ik even het bouillonblokje eroverheen verkruimelen. En doe ik ook een beetje van het vocht van de broccoli erbij. En roer ik dit goed door elkaar heen. Zodra het een mooi dun sausje is geworden, zet ik het vuur weer uit. En voeg ik de geraspte kaas door. En dit gaat er helemaal doorheen gemengd worden totdat de kaas lekker gesmolten is. Als die goed doorheen zit gemengd en een beetje gesmolten is, dan is het sausje helemaal klaar. En gaan we alles in een ovenschaal doen. De ovenschaal die ik gebruik heb ik ingevet. Daar doe ik als eerst de aardappelmix, de broccoli en de champignons in en de kip. Dan pak ik de spekreepjes erbij en die verdeel ik er ook nog mooi overheen. En dan als laatste doe ik de kaassaus eroverheen. Die verdeel ik nog even mooi eroverheen, zodat overal wat van de kaassaus zit. En dan mag deze in de oven, die is voorverwarmd op 200 graden. En na ongeveer 20 minuutjes is dit het resultaat. Nog heel even laten staan en dan lekker tijd om op te gaan scheppen en te gaan eten. En dan is het nu de hoogste tijd om te gaan proeven. Ik vind het heerlijk ruiken en ik ben ook heel erg benieuwd naar de smaak. Ik zal even een hapje maken waarvan alles er een beetje op zit. Dus een beetje broccoli, kaassaus, spekjes, kip, aardappel. Het is gloeiend heet, maar wel super lekker. Alle smaken komen heel goed overeen. Er is niks wat heel erg bovenuit steekt. Heerlijk op smaak verder. Ik vind het echt een heerlijk receptje geworden. Dan is dit ook het einde van de video. Dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet om hieronder te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet ook niet op het belletje te klikken. En dan zie ik je hopelijk volgende week weer bij een nieuwe video. Doei!